Misschien moeten we even beginnen eerst over de leugen zelf. Is dit een leugen die hem de kop gaat kosten? Of hoe interpreteer je dat? Sorry, dat moet ik even zien. Maar, of dat moeten we allemaal even afwachten. Maar dit blijft hem natuurlijk wel nagedragen worden. Ik bedoel, Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken is in het buitenland wel de voice of Holland, om het zo maar even te zeggen. Ja, en daar is nu twijfel over gerezen. En je zag het vandaag ook bij buitenlandse persbureaus, de Verenigde Staten, Rusland zelf, Interfax. Hij loopt hiermee een groot risico. En hoe het debat ook af gaat lopen, dit blijft natuurlijk nagedragen worden. Want als het straks gaat over inmenging van buitenlandse mogendheden bij Nederlandse verkiezingen, nepnieuws waar iedereen het over heeft, fake nieuws. Ja, dan zegt iedereen van hallo, wat deed je zelf destijds? Dus daar kan hij dan bijna al niet meer over meepraten. Dus het blijft lastig. Nou ja, de coalitiepartijen steunen hem vooralsnog. De oppositie slijpt echt wel de messen voor het debat wat morgen moet plaatsvinden. Hij moet woensdag naar Rusland toe. Ja, dan komt hij bij zijn ambtsgenoot Larov daar. Nou, die man is van de scherpe grappen. Dus ja, dan kan er zomaar weer een grap komen. Sta je natuurlijk wel te kijken daar in Rusland. Dus het is zo stom, want de trainer zit zichzelf ook heel goed. Hij heeft, zei vanmiddag tegen mij van, dit is gewoon een beginnersfout. Dat had ik nooit op deze manier moeten doen. Want jij en ik werken ook vaak met bronnen. Hè? Dan hoor je iets van iemand en die wil je dan ook beschermen. Je wilt wel de informatie gebruiken. Er zijn 100 manieren om dat te doen, zonder dat je net doet of je er zelf bij bent geweest. Als ik iets hoor uit de ministerraad, ga ik echt niet vertellen dat ik in het kamertje daarnaast de treffenzaal heb gezeten. Want dat was ik toch helemaal niet. Nee. Dan vertel je dat op een andere manier. Zoek de manier om het verhaal te vertellen zonder dat je je bronnen prijs geeft. En hij zegt, ik wilde mijn bron beschermen. Nou, inmiddels is hartstikke duidelijk, die heeft het ook tegen ons gezegd, Jeroen van der Veer was zijn bron. Oud-topman van Shell. Die heeft daar in 2006 gehoord, iets van Poetin. Een verhaal verteld en dat later verteld tegenover Halbe Zijlstra. En Halbe Zijlstra, van der Veer zegt zelf van, ik heb er niet een precieze herinnering aan hoe hij dat nou precies gezegd heeft, Poetin. Het ging in een grotere historische context, het grote Rusland, waar hij weer invloed wilde hebben. En Zijlstra heeft het op zijn manier geïnterpreteerd. En dat in soort quotes gegoten. De strekking van het verhaal, laat van der Veer weten, van Zijlstra klopt. Alleen de manier waarop hij het verteld heeft, dat klopt niet helemaal. Dus de interpretatie klopt niet helemaal? En hij was er niet bij. Hij was er zeker niet bij, maar dat heeft hij zelf allemaal toegegeven. De strekking van het verhaal schijnt wel te kloppen. Dat heeft Van der Veer wel verteld. Maar die heeft het wat meer in historisch perspectief willen zetten, zoals Poetin hem dat verteld heeft. Maar dat nice to have over, wat was het, Kazachstan. Daarvan zegt Van der Veer, heb ik nooit gezegd.